De Republiek Suriname heeft vanaf 2 oktober een vestiging van een permanente vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties in Genève, Zwitserland. De regering van Zwitserland heeft haar volledige ondersteuning toegezegd en de nodige assistentie bij de vestiging van de Surinaamse missie. De Surinaamse regering onderstreept het belang dat Suriname zich op internationale fora blijft profileren en zijn toewijding zichtbaar maakt in de erkenning van internationale samenwerking en het bevorderen van duurzame ontwikkeling, vrede en welvaart wereldwijd. De regering van Suriname heeft gisteren aangekondigd dat ze de houders van haar 2 uitstaande Oppenheimer bonds uitnodigt om deze obligaties in te ruilen voor een nieuwe obligatie van de Republiek Suriname en een value recovery instrument dat afhankelijk is van toekomstige royalties van de olieinkomsten uit blok 58. De 2 uitstaande eurobonds representeren een waarde van 912 miljoen Amerikaanse dollar. Deze 2 obligaties zullen worden ingewisseld voor 1 nieuw vastrentend instrument met een nominale waarde van $660 miljoen US dollar, een looptijd van 10 jaar en een coupon van 7,95%. Een delegatie van internationale ondernemers van de North American Investor Group heeft gisteren een bezoek gebracht aan het ministerie van Volksgezondheid. Minister Umar Ramadine heeft gesproken over de diverse uitdagingen binnen de gezondheidssector en met welke problemen Suriname te kampen heeft. De investeringsgroep is enthousiast over de bijzondere mogelijkheden in Suriname en zal binnenkort voorstellen presenteren om zo ook een bijdrage te kunnen leveren aan de gezondheidssector in Suriname.